De opleiding voor jonge voetballers in de racehof in Tilburg is nog geen maand oud, maar nu al zijn er zo'n 60 talentjes actief bij de eerste Nederlandse voetbalschool. In augustus startte de opleiding bij TSV Gudok. De spelers komen uit alle delen van Nederland. De gedachte achter de voetbalopleiding is dat spelers de training en begeleiding krijgen die ze normaal bij een vereniging niet hebben. Het gaat om voetballers tussen de 8 en 16 jaar. Bij een club krijgen deze spelers vaak begeleiding van vrijwilligers of ouders. Maar deze opleiding zet mensen in met flink wat ervaring in de voetbalwereld. Zo gaven Jaap Stam en Pierre van Hooidoonk al gasttrainingen. De eerste Nederlandse voetbalschool is op dit moment ook in gesprek met Willem II over een mogelijk samenwerkingsverband.